Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Jezielkes. Dan zie ik de heer Eermans namens JA21 staan voor een interruptie. Dank, voorzitter. De kiezer heeft gelijk. De kiezer heeft duidelijk gestemd. Rechts heeft gewonnen. En gelukkig worden gesprekken gevoerd nu met de vier winnaars. De VVD als grote partij. En kan de rechtse kiezer bediend worden? Waar ik ontzettend van ben geschrokken, en ik denk de rechtse kiezer ook, die inderdaad uw vakje rood heeft gekleurd, is dat de VVD bij voorbaat zegt en heeft gezegd, en dat is vrij uniek denk ik in onze geschiedenis, wij gaan niet meedoen. We komen niet in vak A terecht onder leiding van de heer Wilders en de andere partijen in het kabinet. Mijn vraag is, laat u daarmee niet die VVD-kiezer, die rechtse kiezer, enorm in de steek? Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, ik ben blij met de vraag van de heer Eermans, want dan kan ik ook vanaf deze plek nogmaals herhalen dat wij zeker dus wel meedoen. Wij staan klaar om te onderhandelen. En we zijn al 2 weken er klaar voor, heb ik ook meteen bij mijn eerste gesprek met de verkenner aangegeven. Ik kan niet wachten om met die mapjes onder mijn arm de Kamer in en uit te lopen. Want ik weet heel goed wat wij willen bereiken voor Nederland. Dus wij gaan zeker wel meedoen wat ons betreft. En wij gaan ons best doen om een centrumrechtskabinet mogelijk te maken. En dat is ook wat ik onze kiezers graag uitleg, graag meegeef. En ik zie ook dat mensen daar vooral zich op richten. Ga nou aan de slag om die problemen op te lossen. En daar staan wij klaar voor. De heer Eermans, vervolgvraag. Ja, maar u gaat niet aan de slag, want u gaat zelf niet in dat kabinet zitten, toch? Of is meedoen nu veranderd in echt meedoen? Ik heb de indruk dat u al heeft gezegd, we parkeren ons weg en we zitten in een gedoogconstructie. We zullen het steunen, we gaan onderhandelen, maar we gaan niet als VVD ministers leveren. En dat valt de rechtse kiezer rauw op zijn dak. Waarom? Omdat het namelijk ook heel voortijdig is dat u dat heeft gezegd, namelijk aan de voorkant. En niet na een loop van onderhandeling waarvan u zegt, nou hier kunnen wij uiteindelijk niet mee leven. Wat is er in uw gevaren om in één keer te zeggen, wij gaan niet ministers leveren in een rechtskabinet? Terwijl de kans voor open doel ligt nu voor de VVD en de rechtse partijen om instappen. Meneer Eermans doet zichzelf een beetje tekort, want hij zei, ga je nou echt meedoen? Ik vind als volksvertegenwoordiger, je kiezers vertegenwoordigen, wat de heer Eermans al nu een paar jaar hier doet, dat is echt meedoen. Dat is volop meedoen. Dat is vanuit de Kamer regelen dat zaken ook geregeld worden in een kabinet of in een coalitie, wat voor samenwerkingen dat dan ook is. Meedoen kan vanuit verschillende manieren, op verschillende rollen. En het gaat erom dat je het verschil maakt voor de mensen in het land die daar naar die verschillen snakken. En daar staan wij klaar voor. Tot slot op dit punt, meneer Eermans. Dit is gewoon de ingebouwde riedel van mevrouw Jezielkes. Dan komt die vraag en dan zeg ik van ja, maar meedoen, wacht even, de Kamer is het hoogste orgaan. Waarom, laat het op tafel leggen, wat is er dat u beweegt om niet in een kabinet Wilders te stappen? Is dat omdat u denkt, hij maakt er een puinhoop van? Of is het dat u denkt van ja, daar komen wij niet aan onze trekken? Of is het van ja, ik zie het zelf niet zitten, misschien moet ik zelf mijn biezen pakken. Wat is er nu dat het... En niet komen met de riedel, we hebben wat verloren, want de VVD heeft vaker verloren en toch altijd het landsbelang gediend. U kunt het landsbelang dienen, maar dan zult u ook moeten instappen in vak A. Want u heeft zelf grote woorden gehad over een rechtse combinatie. U wil die asielcrisis aanpakken, u wil die koopkracht verbeteren, u wil al die punten. Nou, verzilver dat. En dat kun je volgens mij alleen maar doen als je echt vertrouwen hebt. Als je echt vertrouwen hebt in elkaar en in de heer Wilders door in vak A te gaan zitten. Laat het duidelijk zijn, voorzitter. Ik heb de vertrouwen in de heer Wilders, in Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, om samen aan tafel te gaan en te kijken hoe ver we komen juist op die onderwerpen. Dat zeg ik al vanaf het begin en daar is niks aan veranderd. Wat ik 2 dagen na de verkiezingen heb gezegd, nadat we met de fractie naar de uitslag hebben gekeken en voor onszelf de weging hebben gemaakt, is dat het voor de VVD heel belangrijk is dat we ophouden met het automatisme. Dat we altijd zeggen, en hier is meteen onze ministersploeg. En dat gaat, voorzitter, niet alleen om het feit dat wij een aantal zetels zijn verloren. We zijn dankbaar voor de 1,5 miljoen stemmen die we wel hebben gekregen. Het gaat niet alleen over 13 jaar verantwoordelijkheid nemen en dat je dat automatisme moet doorbreken. Het gaat ook over, volgens mij uit mijn hoofd, ongeveer 46 nieuwe zetels richting PVV, NSC en BBB. De kiezer zegt daarmee heel duidelijk, je moet niet doorgaan met wat je deed. Het moet anders dan wat het was. En dan vraag ik aan de heer Eermans, waarom zou ik dan denken dat dat geldt voor die hele Kamer, behalve voor de VVD? Nee, wij zijn geen plusjeplakkers. Wij zorgen ervoor dat we op inhoud het verschil maken. En dat is wat ik de 2e dag heb gezegd, zodat het niet als een of ander politiek argument aan tafel van de verkenner zou komen. En ik heb daarbij meteen gezegd, ook richting de verkenner en in de media en richting mijn kiezers, dat betekent voor de VVD dat wij de verantwoordelijkheid pakken zoals u dat gewend bent van ons. Doen we vanaf een andere plek, maar we pakken hem vol. We gaan niet onze rug keren en zeggen, zoek het dan maar uit. Nee, wij staan klaar om te onderhandelen. En ik ben heel blij dat de verkenner adviseert. Nou, ga daar maar mee beginnen. Wij komen.
Ik geef u ook nog een keer de gelegenheid om kort iets te zeggen. Dank voor de coulance, voorzitter. Ik heb mij ingehouden tot nu toe. Dus ik hou het heel kort. Het gevolg kan overigens zijn als de VVD gaat gedogen dat ook de heer Omtzigt gaat gedogen. En wat houden we dan nog in handen? Ik denk dat de verkenner met dezezelfde problematiek in zijn hoofd speelt. Mijn laatste vraag is, sluit mevrouw Jezoekus uit.